Een oplichter opsporen, een taak van de politie zou je denken. Maar een Belgische regisseur denkt dat hij het ook kan door middel van een interactieve documentaire. I have been tricked. It could have happened to you, but it happened to me. The perfect story. He says his name is Gary, that his wallet got robbed, and now he's in deep shit. Regisseur Jean-Baptiste trapte in de smoes, leende hem geld en zag er nooit meer iets van terug. Hij ontdekte op internet dat hij niet de enige was, maar dat oplichter Gary al jarenlang overal in Europa toesloeg. Hij geeft altijd dezelfde naam. Hij stelt voor aan de mensen dat ze een foto trekken als bewijs. Dus hij geeft enorme tekens achter hem. En dat vind ik fascinerend. En zo heb ik het idee gehad om een soort portret te maken van hem. Who are you, Gary? Why put so much effort and intelligence in such a job? Zo ga ik u vragen of u hem herkent. Jean-Baptiste is op zijn zoektocht naar oplichter Gary aanbeland op Schiphol. Een zoom kan doen of zo naar een bus. Deze plek is eigenlijk de laatste waar Gary werd gezien, verleden week. Van alle fases van zijn zoektocht zet Jean-Baptiste filmpjes op zijn site, die uiteindelijk één documentaire moeten worden. En mensen kunnen hem tips geven via Facebook. Een foto van Gary wil hij niet laten zien. Ja, ik heb een foto van hem, maar ik wil het niet tonen in mijn films enzovoort, want ik wil niet dat een mens een jacht wordt. Ergens hier op Schiphol is Gary dus voor het laatst gezien. Zegt de regisseur, maar bestaat Gary eigenlijk wel echt? Ja, het verhaal is waar en ik vind dat maakt het project echt mooier eigenlijk. En Gary bestaat echt? Ja, ik heb geen wraakgevoel. Ik ben echt gefascineerd en ik zou graag hem ontmoeten om echt vragen waarom hij zo doet. Dat was vandaag. Morgen staan 5 verdachten van de rellen tijdens het strand.